Les goûts et les couleurs, ja, normaal gezien discussieer je daar niet over. En dat gaan we in deze straks toch wel even doen. Maar, wat we wel kunnen zeggen, is feitelijk, bij Autogids hebben we een boon voor modellen en of merken die eens iets wat anders doen dan de rest van de gilde. En hier, Hyundai met zijn IONIQ 6, dat is echt wel anders dan de rest. De vraag is natuurlijk of er meer in zit dan alleen die aparte looks. En dat gaan we nu aan Kevin vragen. Ik weet het, ik heb dat straks gezegd. Les goûts et les couleurs, ze discute pas. Maar ik heb er ook onmiddellijk aan toegevoegd, Kevin. Dat, daarover te dat wij dat wel een beetje gingen doen, hè, ja, dat discussiëren. Ja, ja. Want ik weet, jij bent fan. Allee, of, hè? Mm-hmm. Hè? En hij heeft ook al prijzen gewonnen. En ik wil mij bij deze excuseren aan iedereen die hem wel mooi vindt, maar ik vind het een hele kok. Sorry. Ja, dat is uw volste recht. Ja. Daar gaan we niet moeilijk over doen. Maar ja, mooi of niet mooi, hij is eigenlijk vooral bijzonder. Hè? Hij is apart. Ja, dat is wel waar. Ja, dat kan ik moeilijk ontkennen. Maar er is een reden waarom dat hij eruit ziet zoals dat hij eruit ziet. Ik mag het hopen. Ik mag het hopen. De bedoeling was echt om een auto zo gestroomlijnd mogelijk te maken. En is dat gelukt? Dat is gelukt, want hij heeft een CX van 0,21. Oeh, dat is laag. Dat is bijzonder laag, ja. Ja, klopt. Er zijn eigenlijk in de huidige productie zijn er maar twee modellen die beter doen. Ja. En dat is de Mercedes EQS. En de Lucid Air, die bij ons nog niet te krijgen is. Amai, die hebben allebei een CX van 0,20. En dat zijn dus al twee modellen die... Is al... Ja. Allee, dat is... Extreem goed zelfs. Ja. En allee, gelukkig. Ze hebben dat eigenlijk goed gezien bij Hyundai. Want het is uiteraard een volledig elektrische auto. Ja. Wat is belangrijk bij een elektrische auto? Het rijbereik, ja, natuurlijk. Want dat is voor veel mensen nog altijd een struikelblok. Hoe kan je het rijbereik verbeteren? Oftewel door een nog grotere batterij erin te steken, maar ook door hem te zorgen dat hem zo weinig mogelijk luchtweerstand, ja, heeft. Dus ja, ik ga er dan vanuit dat inderdaad die velgen, dat ook aerodynamisch aangepaste velgen zijn. Ja, klopt. Als je ze echt niks vindt, kan je ze inruilen voor een ander design. Maar die zijn dan niet zo efficiënt. Die zijn dan inderdaad... En altijd die maat, want wat zijn de... Dit is 18 duim. Maar als je wil, kan je ook 20 duim krijgen. Maar ja, alweer, dan boet je in aan efficiëntie. Ja, ja. Trouwens, over efficiëntie gesproken. Ik heb hier vooraan zo... die dingen hier. Ja. Dat zijn actieve flappen, neem ik aan. Ja, die kunnen inderdaad opengaan. Dus nu, de auto staat nu gewoon stil, dan zijn ze toe. En dan... Ook tijdens het rijden, als ze toe zijn, is de stroomlijn op zijn best natuurlijk. Ja. Maar als er koeling nodig is voor de batterij of iets dergelijks, dan kun je die worden opengezet. Ik ga ervan uit dat die 0,21, dat niet de hoofdreden is dat dat gehaald wordt. Hè? Nee, er zijn nog verschillende dingen. Hè. Je hebt de deurgrepen die in de deur geïntegreerd zijn, dat kennen we ondertussen. Ja. Trouwens, de IONIQ 5, die heeft dat ook al. Over die IONIQ 5 gesproken? Ja. Het is toch een IONIQ 5, hè, technisch gezien? Technisch is het inderdaad dezelfde basis. Maar het kleedje is volledig anders natuurlijk. En het is geen, de IONIQ 5 is een beetje crossover-achtig, neigt wel naar het SUV-achtige. Ja. Dit is geen SUV. Nee, absoluut dus niet. Dat is eigenlijk op zich al een betere keuze om een auto zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Hij is ook wel een flink stukje langer dan een IONIQ 5. Ah, oké. Okay. Ja, het scheelt 20 centimeter. Dat verklaart ook waarom hij IONIQ 6 heet. Dat hij wat hoger, letterlijk langer is en daardoor hoger in de pickorder staat. Inderdaad. Wat kunnen we voor de rest nog over zeggen? Ja, de vorm, het is zo'n een druppelvorm. En je weet of je weet niet, maar een druppel is eigenlijk de meest aerodynamische vorm die er bestaat. Je zou er ook een beetje een banaanvorm in kunnen zien, zoals dat we dat al kennen van de Mercedes CLS en CLA. Hmm, ja. Die Mercedes weer. Ja. Laat ons dat dan misschien nog wel de enige vergelijkingsbasis, de banaanvorm. Ja, voilà, inderdaad. Ik voel me zijn aan het toewerken aan de achterkant. Ja, hè, want ja, daar inderdaad zijn een aantal dingen. Ja. Willen we eens gaan kijken? Dat is eigenlijk de speciaalste hoek. Ja, dat is inderdaad. De hoofdmoot van mijn Maleise zit van achter. Dus, ja. Ik heb in een test gelezen dat
de Ioniq 6 het een en ander gemeen heeft met de 911. Want het is klaarblijkelijk een van de enige modellen, samen met de 911, die de ducktail combineert met de whale-tail. Ik moet wel zeggen dat ik dan een vergelijking vond die zeer, ver te zoeken vond. Het zijn die vergelijking, grote woorden, inderdaad. Ja. Want dit is, voor alle duidelijkheid, dit is niet om sneller te zijn. Het is inderdaad een heel groot verschil. In dit geval dienen die spoilers niet om de downforce op de achterterrein te vergroten, maar opnieuw om de stroomlijn zo goed mogelijk te maken. Dus de combinatie van de twee spoilers breekt eigenlijk de turbulentie. Maar ik begrijp uw opmerking. Ik vermoed inderdaad dat de achterkant van het model het meest polariserend inderdaad zal zijn. Maar bon, hè, polariseren, dat past heel in de tijdsgeest. Dus, Is voilà. Helemaal aangepast aan vandaag. Ja. Nu, los van de stroomlijntoestanden, zijn natuurlijk nog wel een paar dingen te zeggen over het model. Net zoals bij de Ioniq 5 hebben we de pixel-ledverlichtingjes. En dit? Wel ja, specifiek voor deze. Dat is remlicht zit erin. Ja. Dus de volledige breedte is eigenlijk het remlicht. Okay. Dus als je erachter rijdt en je slaagt er dan nog in om in zijn kont te rijden, dan was je echt niet aan het opletten. Ja, we staan nu wel vooraan aan de auto, maar in dit geval is er geen motor te vinden, want het is de RWD-versie, dus de enige motor zit van achter. Het gamma is logischerwijs vergelijkbaar met dat van zijn broer, de Ioniq 5, en zijn neef, de EV6. Dus dat wil zeggen twee batterijen, 53 kilowattuur of 77. Dus zoals ik zei, achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Ja. En dan vermogens van 151 tot op dit moment 325 pk. Op dit moment? Wil dat zeggen? Want, komt er een N? Er zal waarschijnlijk wel. Er is al een concept van voorgesteld. En vermits dat er van de EV6 bijvoorbeeld ook de GT is gekomen. En van de Ioniq 5 een N? Ja, voilà, inderdaad. Ze gaan hier toch een N van maken ook. Ja. Tof. Hoe zit het met. De Ioniq 5. 800 volt systeem, wat ook sneller laden toelaat, is dat identiek, neem ik aan? Dat is ook identiek. De batterij is ook hetzelfde gepositioneerd, dus tussen de assen. En wat is dat dan van laadcapaciteit, snellaad? Dat is veel, hè? 233 kilowatt, als ik me niet vergis. Amai. Dus dat is wel flink. En op de basisversie, dus op de instapversie, met de batterij van 53 kilowattuur, is het een beetje minder, is het 180. Ja, dat is nog altijd meer dan de rest. Dat is nog altijd meer dan de meeste andere, inderdaad. Straf. Verder nog, warmtepomp is standaard. Ja. Dus om een batterijbereik zo groot mogelijk te krijgen. En hij is ook geschikt voor vehicle to load, zit er ook standaard op. Dus dat hij andere objecten of dingen van stroom kan voorzien. En ook voor bidirectioneel laden. Dus In theorie. Kan hij uw huis ook voorzien van stroom? Ja. In theorie, want ik denk dat het in België altijd niet in orde is. Nee. Maar bon, kijk, de theorie is er toch al. Voilà. En van Ioniq 6, rijdt het dan beter, slechter dan een Ioniq 5? Ja, hij rijdt best aangenaam. In vergelijking met een Ioniq 5 is de 6 wel een tikkeltje stugger opgehangen. Ik voel het precies. Ja, nu, dat maakt wel dat het weggedrag wel oké is. Het is niet echt een auto die gemaakt is om bochtjes mee te gaan pikken of zo, maar zo lange bochten neemt hij wel stabiel en ja, op de spreekwoordelijke rails. Hè. Ja. Ook al omdat hij natuurlijk lager is dan een Ioniq 5 en de batterij zit even goed in de vloer, dus het zwaartepunt is goed gepositioneerd. Maar ik vind wel dat hij op slechte wegen, waar dat we bij ons in België wel nogal wat van hebben, dat de achtertrein soms een beetje onbehouden durft te reageren. En filtering van dwarsnaden bijvoorbeeld is dan ook een beetje vervelend. Ja. En ja,
Dat is eigenlijk de reden waarom dat ik de 20 duimvelgen die je als optie kunt krijgen niet zou aanbevelen. Omdat het dan nog erger gaat worden. Ja, ja, inderdaad. Maar voor de rest, ja, zoals de meeste EV's, nou, fijn om mee te rijden. Deze RWD-versie is ook geen prestatiemonster, maar... Ja, echt traag zal het toch ook wel niet zijn? Nee, hij gaat in 7,4 seconden van 0 naar 100. Oh, dus dat is meer vanaf, ja, dat is genoeg. Ja. Hè. En, er zitten ook wel wat interessante dingen op die we ook al kennen van andere Hyundai en Kia modellen. En dat is als je je richtingaanwijzer opzet, dan heb je voor je neus de camerabeelden van de dode hoek camera. Okay. Ja, ja. Dus dat vind ik wel bijzonder handig. Nu, een andere hamvraag. Ja. Nee, de hamvraag. Want ja, daarvoor is het uiteindelijk gemaakt, het rijbereik. Hè? Ja, ja, ja. Hoeveel haal je nu uiteindelijk? Ja, dus dit is dan de 77 kilowattuur versie. En het WLTP rijbereik daarvoor met de 18 duimvelgen is 614 kilometer. 614? 614, ja. Ze geven een gemiddeld stroomverbruik op van 14,3 kilowattuur per 100 kilometer. Maar, nu de reality check. Ja, uiteraard zitten we er in de praktijk een beetje boven. Ergens tussen de 16 en de 17. Maar wat nog goed is, hè? Ja, voor een auto als dit is dat eigenlijk uitstekend. Ja. Het is trouwens zo, zelfs als je snelweg doet of het potentieel wat aanspreekt, je zal zelden of niet boven de 20 kilowattuur per 100 kilometer uitkomen. Wat, en als je dat dan zou vertalen naar rijbereik, wat geeft dat dan in praktijk? Wel, toen ik de auto gisteren ging ophalen, was de batterij voor 98% volgeladen. En dan gaf hij een rijbereik op van 475 kilometer. En ik denk dat dat in de praktijk haalbaar wel haalbaar moet zijn. Ja. Ja, Steven, ik zou zeggen, welkom in het interieur van de 21ste eeuw. Is dat het interieur van de 21ste eeuw? Wel ja, het geeft toch een bijzonder moderne indruk. Ja, dat is het is heel luchtig en zo. Maar het zou misschien wel kunnen dat je hier en daar iets herkent van een ander model. Ik ging net zeggen, de Ioniq 5 ziet er... Ik ging zeggen, het ziet hetzelfde, maar dat is helemaal niet waar. Want er zijn raakvlakken, ja. Twee schermen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Heeft hem ook. Allebei 12,3 duim groot, dus groot genoeg. Manuele, de airco-module nog apart, ja, heeft, ja, hij ook. Los van het scherm, dat is inderdaad zoals dat eigenlijk moet zijn. Maar er zijn toch wel wat verschillen, hè? Dit, ja. Kan ik me bijvoorbeeld niet herinneren. Ja. De middenconsole loopt in de Ioniq 6 helemaal door tot aan het dashboard. Bij de Ioniq 5 is dat niet. En heb je hier eigenlijk een lege ruimte. Is daar een reden voor waarom dat Hyundai dan toch... Wel, ze hebben dat eigenlijk speciaal ontwikkeld om... Tijdens het laden hier je laptop op te kunnen zetten. Dus, werkgerelateerde aanpassingen. Ja, je kunt natuurlijk ook Mahjong zitten spelen of zo. Of patience, dat moet je zelf weten. Maar dat is eigenlijk de reden. En onder dit gedeelte is nog altijd een gigantisch vak waar je van alle spullen kwijt kunt. Ik zie zelfs dat je tegenwoordig op de middenconsole moet zijn voor je ruiten open te doen. Ja, dat is wel even wennen. Ik heb al een paar keer gehad, als ik bij het binnenrijden van een parking of zo, dan is dat toch altijd de eerste reflex om hier te zoeken. Maar ze staan dus daar. Nu, ik denk dat een kwestie van gewoonte is. Als het je eigen auto is en je rijdt er wel langer mee, dan... Zal je wel snel weten waar... Ja, en het is misschien ook een beetje een knipoog naar het verleden of zo, want in de jaren 80, 90 hadden veel auto's in die bediening daar. Dus, zeg, en nog iets. Wat is dat? Ja. Is dat ook voor je laptop tegen te houden? Ja, of zo, of? Ja, je zou kunnen denken dat gewoon een design feature is of zo. Maar dat is, als je de Ioniq 6 bestelt met de digitale achteruitkijkspiegels. Ja. Dus je kunt in plaats van de klassieke spiegels kun je camera's bestellen. Ja. En dan worden hier op de beelden weergegeven. Okay. Maar ja, de onze heeft dus gewone spiegels. En dan, is dat een optie dat mensen zouden moeten overwegen? Nee, niet echt. Want wat mij betreft, het is een vrij dure optie. En ze zijn er in theorie om de stroomlijn nog te verbeteren, maar je zou eigenlijk maar 1 kilometer rijbereik winnen met die spiegels. Met die spiegels. Dus wat dat betreft zijn ze de meerprijs niet waard. Natuurlijk,
het is wel cooler natuurlijk. Voor de geeks is het misschien wel iets leuks, maar kom. Ja. Voor de rest, ja. Bijzonder ruim, hè. Absoluut, ik ging het zeggen, want dat heeft hem nou ook, deelt hem ook met een Ioniq 5. Hij heeft gigantisch veel benenruimte van achter, hè. Ja, hij heeft een wielbasis van net geen 3 meter. En verschuifbare achterbank zoals in de Ioniq 5? Nee, in dit geval, in dit geval is ze vast. Dus dat is wel jammer. Ja. Nu, wat je juist gezegd, dat je tijdens laden hier je laptop kunt zetten om wat te werken. Ja. Maar dat is absoluut niet verplicht. Je kunt ook lekker loungen. Want de twee voorstoelen die kunnen helemaal plat worden gelegd. Ja. Zodanig dat je een dutje en het nuttige met het aangename koppelen. En gesteld dat je dan toch zou werken, zie ik daar van achter nog een 230 volt stekker ook. Ja, dus dat kan dus ook nog. Ja, daar hebben ze ook aan gedacht. Hoe zit het met de afwerking? En de materiaalkeuze, wat vinden we daarvan? Ik vind precies een beetje... Ja. Als je ze aanraakt, toch? Ja. Ik vind visueel dat het wel meevalt. Maar als je overal echt aan gaat voelen, er zijn wel oppervlakken waar iets meer zachtheid zat. Bijvoorbeeld... Ja, dat is wel als je, hard, als je met je elleboog zo rijdt, dan... Ik neem aan, allemaal gerecycleerde visnetten of zoiets? De tapijten zijn van gerecycleerde visnetten, inderdaad. En vegan leer en van die dingen. Ja. Dus de modewoorden schuwen ze ook niet in het interieur bij Hyundai. Nee, maar het is goed dat ze het doen. Absoluut, absoluut. Ja. Ongeacht wat je zou kunnen denken, het is wel degelijk een vierdeurs en geen vijfdeurs. En ja, dan komen we eigenlijk een beetje bij het grootste nadeel, vind ik, van de auto. Oei! En dat is de koffer. Aba, want hoe groot is hij? 401 liter. Je kunt natuurlijk wel de achterbank neerklappen. En je hebt van voor ook nog een frunk van 45 liter, waar je de kabels of spullen in kwijt kan. Maar ja, het is niet zozeer het volume dat het probleem is. Maar het is dat hier, de ingang. Het is een beetje een pizza-oven. Ja. Want 401 liter is qua ruimte, savanno, hè. Maar inderdaad, hoe raakt erin? Ja, hoge voorwerpen of toestanden daar. Ja, dat is een probleem. Dat is een probleem. Dus dat is hier... volgt de vorm een beetje de functie. Dat is het gevolg van het zo gestroomlijnd mogelijk willen maken van het koetswerk. Zijn de prijzen dan ook vergelijkbaar met een Ioniq 5? Op dit moment is het moeilijk vergelijken, omdat de productie van een Ioniq 5 is eventjes uitverkocht. Ja, ja. Dus, maar in ieder geval kunnen we zeggen dat... De prijzen voor de Ioniq 6 beginnen bij €50.500. Dat is voor de kleine batterij, hè? De versie met de kleine batterij en achterwielaandrijving. Ja. De versie met de grote batterij en achterwielaandrijving, die heb je voor €55.500. Ja. Wil je vierwielaandrijving, dan zit je wel direct aan €66.000. Oei, dat is wel een grote sprong. Dat is inderdaad een grote sprong. En daartussen heb je natuurlijk nog verschillende... uitrustingsversies. Ik vermoed dat de grote sprong zich daar ook door laat verklaren. Ja, inderdaad, want de AWD is inderdaad een hogere uitvoering. Want nu moeten we wel zeggen dat van bij de basis al wel redelijk in orde is met de uitrusting. En zoals gewoonlijk bij Hyundai, bij Koreaanse merken in het algemeen, zijn er niet veel losse opties. Ja. Dat is vrij beperkt. Maar als je meer uitrusting wil, moet je... Ja, een niveautje klimmen. Hoger gaan. Ja. We gaan afronden. Ja. Wat is er positief en wat zijn, buiten de looks, de andere nadelen van deze Ioniq 6? Ja, Steven, die look, het minste wat je kunt zeggen is dat het is wel een statement. Hè. Het is iets apart. Moet ik hem ook geven. Dus in die zin zou je dat wel... als iets positiefs kunnen zien. En zoals je daarnet al zei, het is geen SUV. Het is inderdaad geen SUV, dus dat is wat mij betreft zeker positief. Ja. Maar goed, ook daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar in ieder geval kunnen we wel zeggen dat als EV is het wel een geslaagde auto. Hè. De technologie onder dat betwistbare kleedje is echt wel top. En het rijbereik is goed, hij rijdt prettig. Het rijcomfort had van mij nog...
misschien iets verfijnder mogen zijn. Maar waarmee dat we nu bij de nadelen zitten? Ja, we zitten nu bij de nadelen. En het grootste is dan wel, ja, volgt ook uit de vorm van het koetswerk. En dat is wel de koffer. Niet zozeer het volume, maar de kofferopening is toch wel... De koffer is gewoon onhandig. Ja. Laten we het daarop houden. En nog één persoonlijk puntje van ergernis. Van mij had er ook een achteruitwisser mogen opzitten. Maar dat had natuurlijk weer de stroomlijn verstoord. Dus ja... En je kan nu eenmaal niet alles hebben. Inderdaad. Dat was het weer voor vandaag. Hartelijk bedankt voor het kijken. Hartelijk bedankt, Kevin, voor je deskundige uitleg. Mocht het je bevallen zijn, wel, hieronder staat ergens een abonneerknop. Het zou ons heel veel plezier doen mocht je daar even willen op drukken. Dan mis je trouwens ook niets van ons komende videowerk. En er staat nog heel wat op stapel, dat kan ik je garanderen. Kan je zo lang niet wachten, geen enkel probleem, op autogids.be. Daar staan al onze testen gedigitaliseerd. Dan kan je gewoon alles rustig eens nalezen. Tot de volgende!